Sometimes you love me like a good woman ought to. Sometimes it hurt me so bad, my tears run like water. Sometimes you get me out, yeah. Ik ben Robert van Beckhoven uit Oosterwijk, meesterpâtissier. Tegenwoordig hoor je dat steeds meer mensen een voedseluitdaging hebben. Wat bedoel ik daarmee? Mensen die met allergieën zitten. Ze mogen geen gluten, geen suiker, geen eiwitten, geen noten. En ze denken dan ook dat ze geen producten meer kunnen kopen bij de bakker. Nou, dat kan natuurlijk wel. Ik ga u een tweetal producten laten zien. Ik maak eerst een taart, een chocoladetaart. Dan ga ik eerst een cake maken en daarna de ganache. Oké, dan gaan we beginnen met het beslag. Wat hebben we nodig? We hebben eiwit nodig en eidooi. Dan gaan we gescheiden opkloppen om meer stand te krijgen in mijn product. Die eiwit klop ik los en dan ga ik daarna nevella toevoegen. Nevella. En inuline. Inuline is ook een vezel van een plant, waardoor je massa krijgt in je product. En we hebben maïszetmeel. Je kunt allerlei andere soorten, maar maïszetmeel is weer wat anders. En dan doe je de cacao bij, de cacaopoeder, glutenvrije cacaopoeder uiteraard. De nevella en de inuline is natuurlijk de suikervervanger. Ik ga beginnen met eiwit opkloppen. Ik wacht even dat je mooi loskomt. Want als ik meteen al de inuline en de nevella zou toevoegen, dan duurt dat te lang. Voordat dat heel mooi opgeklopt is. Dus even mooi loskloppen. Dan gaan we de eerste nevella toevoegen. Nu die bijna zover is, het eiwit, al mooi stevig begint te worden, wat jullie goed kunnen zien, ga ik de inuline toevoegen. Dan voorzichtig. Hieraan gaan we de eidooien door. Maar dat draaien we kort. Zo. Zie, nu heb je een mooi stevig beslag. Ik doe even met de hand nog verder. Nou, dan gaat de glutenvrije bloem en cacaopoeder door. Ziet u? Je kunt best goed doorspaden, hoeft niet te bang te zijn. Dat gaan we in taartpannetjes doen. En die gaan we in de oven zetten. 20, 25 minuten bakken op 160 graden. Terwijl het beslag in de oven staat, het cakebeslag, gaan we een lactosevrije ganache maken. Dat doen we met sojamelk, mag ook amandelmelk zijn. Gewoon chocolade met een hoog gehalte, waar geen melk aan toegevoegd is. En de lactosevrije margarine. Die gaan we koken. De kokende melk ga ik op de chocolade gieten. En dan ga ik meteen de boter aan toevoegen. Die lost mooi op en dan hebben we straks een mooie ganache. Zet me cool weg. Ze zijn gebakken. Ja. En dit laten we even afkoelen. Dit laten we even afkoelen. En dit laten we even afkoelen. En dit laten we even afkoelen. Ja? Onze suikervrije en glutenvrije chocoladecake is nu afgekoeld. We gaan even kijken hoe dat hij van binnen zich gehouden heeft. Je ziet het, een hele mooie structuur, mooi zacht. Geen suiker, geen gluten. En toch een prachtige structuur. Nou, we hebben hem doorgesneden, die gaan we vullen met uiteraard suikervrije confituren. Onze kanijs die we gemaakt hebben, afpoederen met glutenvrije cacaopoeder. Dus nu hebben we eigenlijk een chocoladecake zonder suiker, zonder lactose.